Kunt u zichzelf voorstellen? Ik ben Hugo Kooks, geboren te Paramaribo, 29 september 1928. En sinds december 1949 ben ik woonachtig in Nederland. Uw gezinssituatie? Gezinssituatie is als volgt. Ik ben getrouwd, twee dochters, Sandra en Petra, en daarbij nog vier kleinkinderen. In 1949 kwam u naar Nederland toe. Wat liet u in Suriname achter? In Suriname achter mijn broer, Sjaak, mijn vader en mijn tweede moeder. Het is misschien aan te geven omdat ik sprak over mijn tweede moeder. Omdat mijn biologische moeder heb ik dus zelf niet gekend. De reden daartoe bij de geboorte van mijn broer. Ik was toen 18 maanden, is mijn moeder overleden. Mijn vader is toen later weer getrouwd en mijn tweede moeder, daar ben ik dus grote tijd ben geweest. Ook mijn grootmoeder, die dus in de periode dat mijn vader dus geen relatie had, nog niet getrouwd was, de zorg van de twee zonen van mijn vader onder haar had. De grootste periode van mijn jeugd ben ik dus eigenlijk bij mijn grootmoeder geweest. En hoe zag het huis eruit waarin u verbleef bij de grootmoeder? Dat is dus in Paramaribo en het is wel in de wijk aan de Limesgracht. Dat is dus, de Limesgracht is, loopt parallel aan de molenpad. Wat men dus praat over de Frimangrong. Dus Frimangrong. Het huis waar we dus woonden was voor op het, aan de straatkant, dus aan die grachtkant, aan de Limesgracht. En daarachter had je dus ook nog een ander huis die dus in huur was. Maar daar heb ik dus ook de grootste tijd van mijn jeugd. Zeker tot mijn 12e, 13e jaar ben ik dus daar in huis geweest. Hebben we daar gewoond eigenlijk. En daarna, na uw 12e? En daarna, toen mijn vader dus getrouwd was weer met zij die ik dus moesje noem. Toen zijn we daar in huis geweest bij haar, bij hen. En waar was dat? Dat was ook aan de Limesgracht. Zelfde straat? Ja. Tot uw 12e bij een grootmoeder gewoond. Was de omstandigheid dusdanig dat u veel vrijheid had? Of was de vrijheid juist beperkt? Nee, zeker niet. Wij hadden een behoorlijke vrije manier van met onze ouders. In dit geval zeker met mijn grootmoeder. En later met mijn vader en moesje. Om te gaan en de omstandigheid waaronder we toen als jongen, als dus leefden en in de buurt om konden gaan, dat was gewoon heel plezierig. Eigenlijk achteraf bekeken is het dus heel plezierig geweest. Want het was dus vrij, Paramaribo was nog niet zo dicht gegroeid en dat gedeelte was dus vrij open. Je had daar veel vruchtenbomen, de erven. Die liepen dus van de Limesgracht naar de molenpad toe. En de vruchtenbomen en alles, die was rijkelijk aanwezig. Dus wat dat betreft was het toch een opgroeien in die omgeving erg prettig. Ook het voetballen op straat met andere jongens dus van de buurt. Dat ging dus wel heel goed door. Wat deden uw ouders voor werk? Mijn vader was dus timmerman. En hij heeft dus altijd dus ook een tijd zelfstandig gewerkt. En in de periode, dat is de periode van de 1940 naar 1945 toe, toen de defensiewerkzaamheden in Suriname plaatsvonden, namelijk de Amerikanen waren gestationeerd en wat dus nu het jaar een Adolf Pengel een vliegveld is. Dat was toen de tijd de oude naam Zanderij.
En daar werden dus de militairen, Amerikaanse militairen, werden gestationeerd. En daar moesten dus barakken voor gebouwd worden. Dus mijn vader had in die jaren een heel goed werk kunnen krijgen. Maar toch, op een gegeven moment verlaat u Suriname. Ondanks de goede financiële situatie van uw vader, verlaat u Suriname. Dat heeft dus niet zo mee te maken met de financiële situatie van mijn vader. Al vroeg had ik dus zelf het idee om Suriname te verlaten. Nou is het waarom. In de eerste plaats was het dus in de oorlogjaren, dus 40, 45, kwamen de marineschepen daar. En dan werden jongens aangewerfd om als marine dienst te nemen. Dus dan gingen die jongens naar Curaçao, toen kregen ze daar een opleiding en gingen dus verder als marine. Daar zijn dus een aantal vrienden van mij dus aangenomen. Het lukte dus mij niet. En wat ik dus mee heb gekregen van mijn vader, en ook dat heeft dus mij ook goed geholpen verder. Hij stond er wel op van, je moet zorgen dat je een vak leert. Hij zei eigenlijk altijd tegen me, je kan ieder moment kun je wel vertrekken, je moet eerst zorgen dat je een vak kent. En dat is dus ook gebeurd, want ik ben opgeleid tot smid, vuurwerker. En dat is dus gebeurd op Beekhuizen. En om aan te geven wat Beekhuizen is, Beekhuizen was dus een technische werkplaats waar de lok, de stoomtreinen, die werden daar gerepareerd. Ook behalve de wagons, die werden, onderstellen van de wagons werden gerepareerd. En dus het metaalwerk werd dus daar gedaan. Je kon dus, er was dus in Paramaribo, had je bij de Sofie Redmondstraat, had je daar de oude ambachtschool. Dus ik praat dus nu van de jaren dus 45, 46 en 47 toe. Dan kon je daar een opleiding doen, of als werktuigkundige, dus machiniste, werktuigkundige. Of je kon de opleiding krijgen voor de smedencursus, zoals het heet. Dus metalen bewerken. Die cursus, een gedeelte daarvan, was een avondopleiding. En de dagopleiding die gebeurde dus op Beekhuizen. Daar heb ik dus gewerkt en het vak geleerd. En vandaar ben ik dus vertrokken naar Ogem. Dat is een overzeese gasonderneming in die jaren. Nu is het de EBS, als ik het goed heb in Suriname. Energiebedrijf Suriname is het. Daar heb ik dus twee à drie jaar gewerkt. En in die periode waren dus ook, hoe noemen ze dat, defensiewerken aan de gang. En die defensiewerken, dat waren tanken die gebouwd werden. En daar hadden ze dus ook mensen nodig die te maken hebben gehad met het smidswerk. En daar ben ik dus ook aan het werk gegaan. Daar heb ik dus met Nederlanders die vanuit Curaçao naar Suriname toe zijn gekomen om aan die defensiewerken te werken. Daar heb ik dus ook met een aantal Nederlanders, dus zoals het in die heet, de Hollanders, heb je kennis gemaakt en ook met hun samengewerkt. Daar werd het idee versterkt van, zeiden ze, ja, je hebt hier een vakopleiding, dat zou prettig zijn. Je kan dus in Nederland kun je vakopleiding verder voortzetten en je hebt dus meer wat mogelijkheden. Dus zo is het idee eigenlijk versterkt om van Suriname weg te gaan. Ik zeg dus altijd, in mijn geval is het dus niet zo geweest van je moest weg om een of andere gebrekkige reden daar was. Het was dus meer dat stukje avontuur wat dus gewoon heerste. En waarom? Je kreeg dus ook de situatie dat je mensen had, dus ook van de opleiding op Beekhuizen. Die konden dus, als je dus proefwerk had gemaakt bij de CAM, de Curaçaose Handelsmaatschappij, dan kon je dus uitgezonden worden naar Curaçao. En daar kon je te werk zijn worden bij de Isla, de olieindustrie.
Dus dat gaf dus ook weer het idee, er waren vrienden, die gingen dus weg. En daar had ik de pech dat ik dus net te jong was om te gaan. Dus die jongens die gingen dus daar naartoe en je bleef dus contact met ze houden. En dat heeft dus ook gemaakt dat ik dus naar Nederland toe ben gekomen. Want Richard Kapel, dat is een vriend van mij waarmee we dus samen op Beekhuis hebben gewerkt, die kwam van Curaçao naar Nederland, had toen geschreven. En op een gegeven moment, toen had ik echt het wat gewacht om weg te gaan. Ik ben toen naar Mongo gegaan en daar heb ik dus een aantal maanden gewerkt, wat geld opgespaard. Om in december, via met de Kotika, schip van de KNSM, te boeken om naar Nederland te komen. Dus dat is het voorgedeelte om het vertrek te verklaren en het schip waarmee, waarmee ik ben vertrokken. En daarbij zou de vraag zijn van waren er nog andere mensen aan boord, wie waren dat? En het waren dus ook mensen, want er waren meer een aantal studenten en mensen die al in Suriname een opleiding hadden gehad, die dus hun studie in Nederland kwamen voortzetten. Goed, voordat we gaan naar het vertrek met de Kotika naar Nederland, met deze groep mensen, zou ik graag nog even in Suriname met u willen blijven. Kunt u de achtergrond van uw familie beschrijven? Wat voor soort familie is het? We kennen in Suriname verschillende bevolkingsgroepen. Kunt u daar iets meer van zeggen? Mijn grootmoeder was een Creoolse vrouw. En als ik haar altijd mag beschrijven, dat is een heel statige, parmantige vrouw. Die soms heel erg streng kon zijn, maar ook de grootmoederlijke liefde. Mijn vader was timmerman. En mijn vader die had dus nog een jongere zus. Zij is toen, zij was dus een verschil van 16 jaar. En zij is dus ook in het onderwijs, heeft ze dus haar als carrière gehad, dus het onderwijs. Als u zegt een Creoolse grootmoeder, betekent dat een grootmoeder van Afrikaanse origine? Dat zeker wel, omdat ze dus net na, als ik het even terugdenkend praat, echt na de afschaffing van de slavernij is geboren. Dus zij, ik zou dus direct kunnen zeggen van, wanneer je dus nu praat over de Afro-Surinamers, dat de lijn is waarin ik moet dus vasthouden. Zij is dus eigenlijk, je zou zeggen, de stammoeder. Zou ik kunnen zeggen dat zij dus van Creoolse origine. En uw grootvader? Grootvader die is nooit bekend. En de andere grootouders? Andere grootouders zijn er eigenlijk niet. Mijn grootmoeder, dat is dus die ik dus als grootouders ken. Was het een gelovige familie? Was zij gelovig, uw grootmoeder? Ja, we zijn dus van katholieke huizen. Als zodanig ben ik ook op een katholieke school gegaan. Dus dat is wel de achtergrond. En speelt het katholieke geloof nog steeds een rol in uw leven? Niet het kerk gaan. Als kind ben je dus al zodanig opgevoed dat je naar de kerk moet gaan. Je bent dus gedoopt, je gaat naar de kerk, je doet de eerste heilige communie. De vorm, zoals het allemaal heet. Maar gaandeweg je groei en bewustwording, dan ga je er anders mee om. Wat belangrijk is, is weten het goed en kwaad. En al het andere wat erbij hoort, dat is dus wel geweest. Maar daar hou je dus niet zoveel veel rekening mee. Maar om duidelijk aan te geven dat je toch wel een gelovig
achtergrond hebt. Hoe beleef je het? Je beleeft het dat je probeert met mensen om te gaan met een vorm van wederzijds respect. En je weet dus ook van jezelf dat als je in de omgang iemand op de een of andere manier leed aandoet, dat het verkeerd is. Maar het is dus niet zo dat ik zo rooms ben aan de Roomser als de paus. Uw vertrek naar Nederland. U gaf het al aan op de boot. Kunt u die reis beschrijven? De reis was dus erg prettig. We deden toen, deed je er heel lang over. Ik dacht, als ik het nou goed heb, 18 tot 20 dagen moet het over zijn. Je vertrok dus van de steiger daar bij Paramaribo. De nieuwe haven is dus verder weggelegd, maar dit was een stukje dicht bij Paramaribo waar de veer dus is. En dat stukje was de KNSM-steiger. Daar ben ik dus door mijn vader ben ik toen aan boord gebracht. En ja, in december is het, 5 of 6 december moet het zijn, zijn we dus vertrokken uit Paramaribo. De reis die zou dus gaan naar de Azoren. En van de Azoren ging het dus door naar Nederland. Waarom was de reis dus gezellig? Omdat je dus een aantal jonge mensen aan boord had. Die bijvoorbeeld Henk Chenazin, die had dus een deel van zijn medische studie in Suriname gedaan. En die kwam naar Nederland om verder te studeren, om te specialiseren. Zoals het heet, je had dus ook, als ik even mag kijken, de Hermelijn, die is later de standaards geweest in Suriname. De familie Frank Esset met vrouw. En ik dacht dat, maar dat moet ik even een beetje met de veiligheid zetten, ook hun dochter ook aan boord is geweest. En dan had je dus nog iemand, ja, Hoka Hing, die zou boekhouder doen in Nederland. En hierbij was ik dus op het gebied van handarbeid, was ik dus de persoon die voor verdere opleiding en wat leren en werken in, naar Nederland toe kwam. En deze mensen, bijvoorbeeld Henk, die kon dus piano spelen, dus daar werd er altijd in de lounge muziek gemaakt en gezongen. Dus de reis was dus gewoon erg prettig, behalve de momenten van zeeziek. Want dat was dus een ramp als je daarmee gehad bent. Dus dat was wel erg plezierig, ja. Maar wanneer je dan na de reis voltooid te hebben, 28 december, en je moet dan van boord gaan, dan word je dan geconfronteerd met iets wat je gehoord hebt, wat je over misschien ook gedroomd van hoe zou het zijn. Dan merk je wat betekent sneeuw betekent, wat het betekent dat het koud is. Wat betekende dat? Dat betekent dat je met 3 broeken of 4 broeken aan hebt. En dat je 2 of 3 truien aan hebt. En als je dan nog buiten loopt, dat je je handen niet meer rechtop kan zeggen van de kou. Dat is dus erg de eerste ervaring wat je meemaakt. Was dat ook de eerste indruk die u had van Nederland? Ja, dat was dus de eerste indruk dat je had, want je had er wel van gehoord. Je had er wel nog wat over gelezen. Je had er dan met mensen, met die Hollanders waarmee ik werkte, had je dus over gepraat. Maar je kan je dus geen voorstelling maken dat het zo koud kan zijn. Als je weet dat je in Suriname 27 naar 30 graden toe dan lekker loopt te voetballen. Niet en altijd in een warme omgeving heb gewerkt, want in smederij is het altijd warm en heet. En dan kom je dus hier en dan de eerste dag is het dus erg confronterend. Wie wachtte op u? Niemand wachtte op mij. Ik had mijn vriend geschreven en ik had dus geen bericht teruggehad. Maar ik dacht, nou, dan heb ik de brief ontvangen dus. Toen ben ik dan met een taxi naar dat adres toe gegaan, naar de Van Lennepkade.
heb ik daar aangebeld en die mevrouw, de hospita zoals ze toen heette, die kwam naar beneden. Ik vroeg als dat was Richard aanwezig. Toen zei ze, nee, Richard is verhuisd. Toen vroeg ik, heeft hij een adres? Nee, hij had geen adres gehad, want er zijn dus hier brieven van hem, maar die heb je nog niet achterop gehaald. Betekent dat mijn brief dus daar lag. Maar die taxichauffeur, die bleef dus wachten. En die taxichauffeur die zei toen ik bij de trap stond, hij hoorde het gesprek. En toen kwam hij dus naartoe lopen. Hij zegt nou, als je, die mevrouw die weet het adres niet. Ik weet dus wel waar je die jongens kan ontmoeten. Dus dan wil ik je daar naartoe brengen. En dan moet je daar kijken als je dus daar contacten kan maken. Hij heeft toen mij dus weer gereden naar het Centraal Station. En bij de Centraal Station heb je dus nu het Leger de Zuid gehouden. Daar bij die brug. Als je de brug overgaat, dan ga je zo de zeedijk op. En hij zei tegen me nou, ik zet je dus hier af. Weet je, hij zei tegen me, ik vroeg nog, moet ik je nog betalen? Hij zegt, dat hoeft niet, misschien zie ik je nog een keertje, want ik kom wel een keertje waar die Surinamers allemaal komen. Het was een Surinaamse vriend die op u wachtte? Ja, of ja. U zou opwachten? Die was al waar ik dus naartoe zou gaan, dat was Richard Kapel. Ik stapte uit de taxi en ik stond met die taxichauffeur nog te praten, waarvan ik vroeg, van, moet ik je nog betalen van die rit? En hij zegt, nee, dat hoeft niet. Want je zal het moeilijk genoeg krijgen, zegt hij. Maar als je dus hierdoor loopt, dan heb je dus de Casablanca. En daar heb je de Surinamers. En die kunnen je verder helpen. Op dat moment komt Freddy Deekman. Die komt aanlopen en die sprak me in Surinaams. En van, hey, vai doros, Fawaka. En toen begon in Surinaams te praten. Toen zei ik tegen hem, jere, me... Kom naar Richard, maar Amano de drapen morgen. Toen zei hij tegen me, sapinamande, kom met Jarigo. Toen zijn we dus gelopen, toen zijn we naar Casablanca toe gegaan. Is hij naar binnen toe gegaan, heeft hij gekeken en gevraagd. Toen was hij dus niet daar, toen zei hij, oké, dan gaan we naar de Kerkstraat. Nieuwe Kerkstraat, 112, daar zijn ze. Toen is hij met me meegegaan naar de Kerkstraat. Dus de eerste persoon die ik hier ontmoet heb aan Suriname was Freddy Deekman. Helaas is hij aan 2 à 3 jaar geleden is hij overleden. Hij had toen een café in de Nieuwe Kerkstraat, de Witte Paard heeft het geheten. Dus hij was de eerste Surinamer waarmee ik dus direct contact mee heb gehad. En toen heeft hij me naar de Nieuwe Kerkstraat gewacht. En daar was Richard en nog een paar andere Surinamers. U noemde Casablanca. Ja. Wat is dat? Casablanca is dus een heel bekende dansgelegenheid is op de Zeedijk. Het is dus nu is het meer een jazz, daar worden jazzconcerten gegeven. Maar in de 50er jaren of daarvoor was het dus een plaats waar de Surinamers die in Nederland wonen regelmatig daar kwamen. Dus ook de Cotton Club had je daar verderop. Bij de Nieuwe Markt. Dus dat waren de plaatsen waar dus de Surinamers zich meer dus concentreerden. U kwam pal na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland in 1949. Ja. Waren er Surinamers of veel Surinamers in Amsterdam? Het aantal zou ik dus niet kunnen zeggen. Het was dus een kleine groep. Van mensen die zich regelmatig zien. En verspreid over Nederland was het zo dat in de bocht van de Nieuwe Markt had je dus een kapperszaak. En die kapperszaak die was dus ook zo'n ontmoetingscentrum. Want ieder Suriname die kwam daar en de laatste nieuws, de laatste vertelling over Suriname. En de Casablanca, de Nieuwe Markt, dat waren in die dagen meer de uitgangsmomenten. Voor de Surinamers die in Nederland was ook weer het maken en elkaar contact met elkaar te hebben. En te kijken, soms elkaar eventueel te ondersteunen en te helpen. Ik was dus 28 december aangekomen. Nog even gepraat. Het was dus toen, kreeg je dus oudjaar en nieuwjaar. Ben ik met die jongens dan weggegaan. Maar nieuwjaarsdag begon het verhaal van, Saiwani, Sayodu, weet je wel. Toen zeg ik van, kijk, luister, in deze plaats,
kan werken. In de tweede plaats probeerde mijn vakopleiding om dat een beetje bij te spijkeren. En dan zei je dus, zeg maar, waarom vakopleiding? Kijk, in Suriname had je dus een praktische opleiding. De theoretische opleiding was dus eigenlijk minimaal. Als je de vak praktisch kon, weet je wel, dan ging het dus vanzelf. Maar ik wist dus al, en ook met gesprekken die dat bijvoorbeeld met die Hollanders had gevoerd, dat je ook moet weten, je materialen, kennis, tekening, lezen, weet je wel. Dat zijn dus essentiële dingen, wil je je vak goed kunnen uitoefenen. En dat was dus ook het idee van, als je dus hier bent, je hebt dus werk, probeer dat erbij te doen. Ik had dus het geluk dat de mensen waarmee ik contact had in die jaren, dus Richard Kapel, Johan Willems, dat waren ook vakmensen. En die zaten dus ook op de technische school in Nederland, dus in Amsterdam. Dus ik kon de keuze hebben of naar Paternonium, dat was een van de technische scholen in Nederland. Op de Weesperstraat was het toen, die is ook niet meer daar. En de Don Bosco, en dat was dus in Oost. Dus ze zeiden, oké, dan moet je zorgen dat je volgende week, dan kun je dus inschrijven. En daarnaast moet je naar de beurs. En de beurs was toen de tijd in de Doelenstraat. Daar was dus het arbeidsbureau, dat noemden ze dus de beurs, maar het arbeidsbureau. En goed, daar kreeg ik dus 3 kaarten van ondernemingen, waar ik me kon aanmelden om te kijken als er vacatures aanwezig was. Dus dat heb ik gedaan en dat was dus in Amsterdam-Noord. Dus die kaarten heb ik dus morgens gehad en 's middags ben ik dus direct op pad gegaan. En het was op de Grasweg, helemaal achter Grasweg. Die had dus Geveke, die was het voor, daar had ik ook een kaart van. Loos en Co, dat was een onderneming die met zuurstof en dat soort chemische apparaten fabriceerde. En de laatste bedrijf, dat was dus de scheepswerf, Scheepswerf de Frieslands. Ik ging er naartoe. Eigenlijk was ik een beetje al moe van het lopen. Het was koud maar ik was van toch dat ik niet naar huis toe kon gaan weer. En dan die jongens zeggen van ja, het is niet gelukt en dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga toch naar het laatste bedrijf nog. Want al die 2 andere bedrijven, toen Geveke werd mij toen gezegd, weet het heel helder nog. Dat iemand zei, op dit moment is er dus geen vacature, maar als je 14 dagen komt, dan is er zeker. Want dan hebben we dus weer een afdeling in bijgebouwd en dan is er dus weer ruimte voor mensen. Maar dat kon ik niet, want mijn financiële toestand die was niet van die aard om dus langer zonder werk te zitten en zonder inkomen te zitten. Dus toen ik daar liep, zat ik zo te kijken naar die zaak. Toen kwam dus een oude Amsterdammer. Nou, die was geen Amsterdammer, want die kwam uit Landsmeer. Dat ik later gehoord dat hij uit Landsmeer kwam. Kees heette, maakte later, heette Kees die man. En hij zag me lopen en hij schreeuwde, hey, Mario! En kijk, hij zegt, waar ga je naartoe? Wat moet je? Ik zeg, ja meneer, ik zoek werk meneer. Je weet, in Suriname spreken we Nederlands, maar op een heel andere manier. En iedereen is dus meneer. Dus ik zeg, nou, ik zoek werk meneer. Hij zegt, wat kan je? Ik zeg, nou, ik ben vuurwerker, ik ben smid. Hij keek me aan. Maar hij dacht, nou ja, die vertelt me wat. Nou, hij zegt, kom naar binnen, dan laat ik je met de smidsbaas praten. Dus liep ik met hem naar binnen toe. En toen ging ik dus, hij zegt, kom, zei hij bij de deur. Hij zegt, we even hier wachten. Dan roep ik dus eerst iemand, toen heeft die iemand gehoopt, de bedrijfsleider. Hij zei tegen die bedrijfsleider, die jongen die moet werk hebben. En hij zegt dat hij smid is. Weet je wel, dus die man die keek me aan en daarna. En ik was op die foto, toen de tijd, als we die foto zagen, lachten we altijd, want het leek wel die gasten van Biafra, lang en smal. Dus die kerel, die keek me zo aan, hij zegt, ben je, ik zeg, ja meneer. En dan ben je dus nog, ik was net 21, ik was in september 21 geworden en december ben ik vertrokken. Ik zeg, ja meneer, ik zeg, en ik heb hier mijn getuigschrift meneer. Die man die keek me aan, hij zegt, wacht maar even, ik zal die smidbaas roepen. Komt er een hele grote Hollander op klompen, komt hij aan.
En die zegt even, en ja goed, als de Amsterdammer met elkaar in die periode heel vlug praten, dan, je hoort het wel, maar de helft begrijp je nog niet. In elk geval, hij zei tegen me, hij zegt, ben je werkelijk? Ik zeg, ja, ik ben vuurwerker. Hij zegt, is goed, kom mee. Ik zeg, en dat zei ik wel, ik zeg, als u wilt meneer, kan ik een proefwerk maken. Hij zegt tegen me, nou, kom maar mee. Dus hij sprak dus weer met die twee andere mannen, ook weer in... ik denk, nou, dat weet ik dan wel als het zover is. Dus ben ik naar de werkplaats toe gegaan, overal gekregen. Het vuur lag dus aan, hij heeft me dus een stuk materiaal gegeven. Hij zegt, nou, maak hiervan een beitel. Nou, ik vroeg nog tegen hem. Ik zeg, wat voor staal is het? Hij zegt, nee, maak eens een beitel. Ik zeg, is het staal? Of is... Hij zegt, nee, maak een beitel. Nou, ik zet het in het vuur. Ik doe wat ik moest doen. Klaar, en ik heb het gehard. En ik heb sloeg tegen de aanbeeld. Ik zeg, alsjeblieft. Hij keek me aan. Hij zegt, is goed. Hij zegt direct tegen me, wanneer we hier beginnen? Nou, het was, ik denk dat het dus dinsdag was die dag. Toen zei ik, nou, als het kan, morgen meneer. Hij zegt, nee, zo gauw we niet weer. Kom we maandag beginnen. En daar ben ik dus op 3 januari, en dat staat in de schrijver, 3 januari ben ik daar begonnen. En daar heb ik dus aan de scheep gewerkt. Hoe lang heeft u daar gewerkt? Ik heb daar 18 jaar gewerkt, met de onderbreking van 18 maanden militaire diensttijd, en toen weer teruggegaan. En daar heb ik dus heel veel, heel plezierig gewerkt, heel veel geleerd van collega's. Ook de mentaliteit van de Nederlanders leren kennen. Dat is dus dan achteraf, als je bepaalde dingen op een rijtje zet, dat je zegt van, hoe kan je je staande houden in een heel vreemde maatschappij, een heel vreemde cultuur. De mensen die dus ook op een heel andere manier met elkaar communiceren. Hoe kan je je dan in staande houden? En dat heb ik dus altijd gezegd, dat wat je van huis uit mee hebt gekregen, namelijk een stuk zelfstandigheid, enkelijk een stuk zorgen bijvoorbeeld dat je werk hebt, zorg dat het werk dat je doet, dat je het goed doet, niet, dat heeft dus ook mee geholpen, dat je dus in die periode je dus op een, toch wel in het bedrijf, met de andere collega's, goed overweg komen. Het is niet altijd makkelijk gegaan, omdat de Amsterdammers en werkenden, die kunnen heel vervelende grappen met je uithalen. Zoals? En als je dus dan nog dat niet weet, of helemaal niet begrijpt, het maken van lollen, als je niet begrijpt, dan kun je heel gauw in problemen komen. In Suriname maken we wel lollen, maar dan is het dus dingen die je maakt over jezelf. Niet, maar niet iets dat buiten je om is. Om een voorbeeld te geven. Je bent dus in zo'n waslokaal met allemaal van, en je gaat je handen wassen. En dat er eentje per wat ze weet schreeuwt van, hé, hey, Hugo, je hoeft je poten niet te wassen, blijven toch niet schoon. Niet? Dan heb ik het nog niet dat je direct denkt aan discriminatie. Maar je denkt van, is hij wel goed aan zijn hoofd? Ik moet mijn handen gewoon wassen. Mijn handen zijn geen vuil. Nou, als je 2-3 keer hoort in die periode, dan word je agressief. Dat krijg je dus ook later, heb ik het ook leren begrijpen. En ik heb ook andere Surinamers die daar komen werken ook duidelijk gemaakt van hou daar of daar rekening mee. Maar dan heb je het in die periode, dat kan je dus erg moeilijk krijgen. Omdat die lollen die gemaakt worden, je begrijpt het niet. Je voelt het helemaal niet aan. En als je het dan niet goed kan uiten om aan te geven, dan word je dus agressief. En dat kan dus erg veel problemen geven. Die periode militaire dienst. Kunt u daar wat van zeggen? Ja, dat was dus ook een verhaal op zichzelf. Omdat ik dus op de technische school was, heb ik dus 2 jaren heb ik dus uitstel gekregen. Ik had er geen zin in, dus ik ben, toen het afgelopen was, had ik dus ook weer een brief gekregen van je moet je dus melden. Dat heb ik dus niet gedaan. En het gevolg was dat waar ik woonde aan de Frederiksplein, dat in de ochtend dat ik opgehaald werd.
En opgebracht naar Nijmegen. En daar kreeg je dus 3 weken verzwaard, omdat je je niet gemeld had. Je bent onwettig afwezen. Maar na die periode, dacht ik, ja, ik kan wel dwars blijven doen. Maar dan heb ik mezelf mee. Nee? En dat was dus wel, de eerste maanden was dus erg, erg vervelend. Was er net zo'n lol als op de scheepswerf? Nee, dat ging niet om de lol, maar ik voelde me in die hele militaire toestand, voelde ik me niet gelukkig, niet happy. Ik had het idee niet om militair te zijn. En dat was het. En ik had een heel prettig leven in Amsterdam. Ik had werk, ik had goede vrienden om me heen. We waren met een band bezig. Dus eigenlijk was het militaire dienst wat niet zo iets noodzakelijk voor mij. Niet? Maar die periode was dus in beginperiode erg moeilijk. Ik heb het geluk gehad dat ik daar iemand ontmoette die ook militair was. Dat is Alfons Engelaar. En op een gegeven moment moest ik mijn kamer in Amsterdam opzeggen. Mijn spullen heb ik toen bij een vriend van me moeten opslaan. Eugène Herrenberg, Jesse. En dus ik kwam weinig naar Amsterdam. Want het was dus niet erg prettig om bij hem dan te logeren. Omdat hij ook zijn privé toestanden had. Dus als ik een maand weg was geweest, dan belde ik hem van, hey, sorry, is het goed dat ik dit weekend dus kom? Maar meestal was ik dus in de kazerne in Nijmegen. En Alfons, die woonde dus in Nijmegen. Dus hij had gemerkt dat ik een aantal perioden niet weg was en dat ik in Nijmegen was. Of dat ik in de kazerne was. Dus hij zei tegen me, ga je niet naar Amsterdam toe? Want je kreeg dus ook een vrijkaart en je kon je dus niet. Maar dat ging niet. Dus ik zei nee, want ik heb geen kamer en ik kan wel met mijn vriend, maar het komt niet altijd even gelegen. Dus toen zei hij tegen mij, weet je wat, ik zal met mijn vader en mijn moeder praten, misschien kun je bij ons logeren als je wilt. En daar heb ik echt een prettige periode gehad. En we hebben nu nog een goede vriendschap met elkaar. Dat is dus vanaf 1952 ben ik in dienst geweest en een halve periode tot mei 1954. En na die tijd hebben we dus altijd weer contact gehad, blijven houden met elkaar. Zijn ouders waren heel, heel, heel leuke en heel lieve mensen voor mij. Dus dat maakte de diensttijd toch wel weer goed. Ja. In 1954 kwam je terug naar Amsterdam. Ja, en toen ben ik weer bij de scheepswerf gaan werken. Dezelfde scheepswerf werken. En waar woonde u? Nou, daar kon ik mijn kamer op. Vredesplein kon ik niet direct krijgen. Toen ben ik op een andere kamer bij de Gerard Douwstraat. Daar heb ik dus 3 maanden gewerkt, want de hospita van mij, van Vredesplein, die zei tegen mij, Hugo, die kamer komt dus over 2-3 maanden komt de kamer vrij, dan kan je weer terugkomen. En dus toen de woonsituatie was altijd wel plezierig? Ja. Als ik uw verhaal begrijp in Amsterdam? Ja. Wat dat betreft heb ik geen problemen met het gebeuren van wonen. Dat was wel toen de tijd dat als je gebeld had en men had niet in de gaten dat je dus Surinamer was, dan kon men dus zeggen van ja, die kamer is dus al verhuurd. Maar dan wist je dat ze dus geen Surinamer op de kamer wilt hebben. Werk, wonen, het uitgaansleven. Casablanca werd genoemd. En u noemde en passant ook een band. Ja. Wie zaten er in de band? Wat was dat voor band? Wat maakte de band voor muziek? Ja, dat was de band heette Conjunto Siboney. En dat waren dus vrienden van elkaar. Waarbij de een gitaar kon spelen, de andere kon met de maracas doen. En de bongos, die bespeelde ik. En je had dus de timbal. Dus zodoende hadden we dus een bandje georganiseerd. De instrumenten werden dus zelf gemaakt. Omdat we metaalbewerkers waren. En dus je kon die dingen zelf maken. En zo hadden we dus een bandje opgericht.
De band speelde Surinaamse jongens bij elkaar. Welk publiek kwam er luisteren in de jaren 50 naar een Surinaamse band? In die jaren was toch een stuk nieuwsgierigheid, speelde dus een rol. En ook de jonge mensen die daar in de buurt woonden, die hoorden de muziek en kwamen dus daar naartoe. Het was dus in die periode, dat kan je niet voorstellen, maar de Weesperstraat, die nu heel verbreed is en heel nieuw gebouwd is, die was dus niet zo'n brede straat. En je had dus ook jongens van de buurt, en met die jongens en meisjes gingen we dus naar het plein wat nu de dak, waar de dakwerker staat. Het was dus een open vlakte met bomen eromheen. En daar gingen we met z'n allen dus voetballen. Er is ook een foto van, misschien niet heel duidelijk, maar geeft het beeld aan. En die mensen, als we aan muziek waren, die kwamen heel veelvuldig dus daar aan kijken. Maar gaandeweg kreeg je dus ook iets meer bekendheid. Bij de vereniging Ons Suriname hebben we dus ook optredens gedaan. En het leukste optreden die we hebben gedaan, dat was dus in Enschede. Dat was in de periode dat ze dus daar een grote textieltentoonstelling hebben gehad. Dat moet dus zijn, de periode weet ik dus niet precies weer, maar het moet dus het 51, 52, die periode moet het zijn geweest. En daar is dus ook een foto van. Daar hebben we dus de hele tentoonstelling door, hebben we dus muziek kunnen maken. En het gevolg was dat onze tent altijd even vol was met mensen die kwamen. En die kwamen genieten van het muziek. En wij vonden het heel reuze blij ook om daar te zijn. En de nodige vertier dat je had. Want eigenlijk kwam je niet ver buiten Amsterdam. En als je dus zo'n gelegenheid had om buiten Amsterdam te zijn. En Enschede was toen nog een echte industrie. Textielindustrie was dus nog levendig. En dat was dus heel aangenaam om dat ook mee te mogen maken. We noemden net de vereniging Ons Suriname. Dus er was al in Amsterdam een verenigingsleven. Er was dus een verenigingsleven. Want de vereniging die is dus vanaf 1919 bestaat de vereniging. Ik was er dus nog niet zo betrokken bij. Dat is dus later gekomen toen met die Aegis aan de bewustwording. Dus. Maar dan ben je dus een heel andere tijd dan weer voor. Maar die vereniging was er en die organiseerde dus de 1 juli feesten, de Manspassiefeesten, waar overal uit Nederland mensen dus 1 juli naar Amsterdam toe kwamen, naar de Krasnapolski toe kwamen. Wat is er op 1 juli? 1 juli, dat is de afschaffing van de slavernij, de Manspassiefeest. Later werd het de Kittikotti-feest genoemd. En het was dus een feest die dus met een voorprogramma en behalve de voorzitter dat er dus een lezing werd gehouden. Er werd dus een toneelstuk uitgevoerd en er werd dus gedanst tot de ochtend, tot bam zoals het heet en dat tot 6 uur 's morgen. Dat de mensen dan dus met de eerste trein terug konden gaan. Wonen, werken, het uitgangsleven, dat was allemaal te combineren. Ja. In die periode bent u ook getrouwd in Nederland? Dan moeten we dus toch even terug. En dat is dan wat ik denk, dus ieder immigrant met zich meedraagt om een keer toch weer terug te gaan. Richard Kapel, die was in Suriname. Ik was dus betrokken bij de vereniging Wie Egesani. En op een gegeven moment kreeg ik de gelegenheid om via een schip die bij ons gerepareerd was, om naar Sint Lucia toe te gaan. En toen dacht ik, oh ja, weet je wat, ik wil toch terug gaan naar Suriname. Ja, ik zou dus dan met de Kotika terug moeten gaan, maar ik had dus toen de gelegenheid om terug met die boot dan terug te gaan als werkende passagier. Dus toen heb ik dus met Jeanne Gessel heb ik toen gepraat en uitgelegd wat de bedoeling was. Toen heeft hij gezegd, oké,
hij heeft mij dus een concept gegeven van het schrijven van een sollicitatiebrief. En dat heb ik dus ook gedaan. Hij zegt, nou, dan kun je die brieven verzenden voordat je vertrekt. En als je daar bent, dan ga je de bedrijven naar. Dus ik ben met de boot. Ik had toen al verkering met Joke, mijn vrouw. We zijn dus naar de boot toe gegaan. Toen zouden we vertrekken, er was een zeilschip te Vega. De boot is bij ons helemaal goed nagekeken. Helemaal op die DC vaardig gemaakt. En, pardon, 5 november 1959 vertrokken we dus naar, eerst naar Engeland. In Engeland, Brixham, zouden we dus passagiers opnemen. Want de bedoeling van het schip was om in het Caribisch schip van die zeilcruise te organiseren. Dus naar Brixham toe, daar zouden de mensen aan boord komen. En dan vandaan zouden we dus via Golf van Biscayen zouden we dus zo naar de Sint Lucia gaan, het Caribisch gebied gaan. We kwamen dus terecht in een storm. Alles was kapotgeslagen. Het schip was eigenlijk al vermis opgegeven, omdat er geen contact meer met het schip was. En na 3-4 dagen, toen zijn we dus naar Spanje toe gekomen. En wel op het plaatsje noorden van Spanje, Coruña, La Coruña, zijn we dus aangekomen. Het was een heel onthaal daar, want de mensen dachten dat het schip vergaan was. Zelf heb ik dus ook een van de echte angstige momenten gemaakt. Ik was dus in de machinekamer bezig te werken. En op een gegeven moment komt er een galm over het schip, slaat een van die luiken stuk en dan komt een massief straal water komt naar beneden en alles gaat zwart. En toen dacht ik, Jezus Hugo, hier ga je dood. Echt, dat je dan het echt al opgeeft. De luidsprekers die gingen hard aan, want er was geen licht meer, of dat weet je wel. Enfin, de mensen kwamen beneden. De noodverlichting die slaat dan automatisch aan. Dat zijn de batterijen. En zo hebben we het met kunst en vliegwerk toch nog kunnen redden om in Spanje aan te komen. In Spanje zijn we dus 3 weken blijven liggen. En daar hebben we alles moeten opknappen en reviseren. En van Spanje zijn we dus naar Sint Lucia toe gegaan. En van Sint Lucia ben ik toen met vliegtuig naar Suriname toe gegaan. Ik kreeg dus de ticket betaald van de kapitein, Mr. Willoughby, die was altijd dronken. En de machinist waarmee ik werkte, die was ook altijd dronken. En in die dagen dronk ik helemaal niks, een colaatje of zo. Maar als ik met die man, zoals het heet, een filter schoon moet maken, niet. En hij ademde even langs je heen, dan kreeg je een walm van alcohol over je heen. Maar goed, het was toch wel om mee te maken. De angst was er. Maar nadat je die periode had overlopen, had doorgemaakt, en je voer dan zo het Atlantische Oceaan over, nou ja, kon je weer zeeman spelen met je blote voeten en je borst, en het leed was vergeten. En in Suriname, en terug, Sint Lucia, teruggegaan naar Suriname. De bedoeling was om echt in Suriname te blijven. Ik had wel niet alle bruggen achter me verbrand. Ik had wel afspraken gemaakt met Joke, van mocht het dus niet lukken, dan schrijf ik je en dan weet je wat voor stappen je kan gaan nemen. Het is dus niet gelukt, omdat in die periode was Suriname ook al met politieke strubbelingen bezig. Heb het over 1959. 1959 na 60. Ik was dus 60 in Suriname, januari 60 was ik in Suriname. Ik was betrokken bij de vereniging Wegesani. Ik ben gaan werken in het bedrijf van Richard Kapel, omdat die andere bedrijven die hadden op dit moment en weer blablabla verhaal. Richard die wist dat ik er was, dus hij zei, kom bij mij werken, we maken een goede overeenkomst en we hebben werk genoeg. En dat was dus ook zo. Ik ben toen met Wegesani ben ik naar Curaçao toe gegaan, omdat ze daar een congres hebben. En ik
ben dus als vertegenwoordiger van Nederland, omdat ik in Suriname was. En ik wist dus de gang en zaken van Wegis aan in Nederland. Toen ben ik dus meegegaan naar Curaçao toe. Heel goede tijd gehad. Contacten met mensen van Surinaamse afkomst die hun culturele banden nog met Suriname willen blijven houden. De culturele achtergronden. Het bewustzijn van het zijn te horen tot een Surinaamse cultuur. Dat congres was heel, heel goed. De mensen die daar, bekende mensen die daar aanwezig waren, waren Eddy Bruma, Arthur Blom en Hugo Overman, nog een paar andere mensen. Oh ja, Harald Braam, die was er toen ook aanwezig. Dus dat was 3 weken zijn we daar geweest. Maar toen ik terugkwam in Paramaribo, toen is dus een gerucht en later is het ook als zodanig zijn leven gaan leiden, dat er een bom is gemaakt om Pengel om zeep te brengen. Onderzoek zijn gebaseerd, ze hebben een paar aantal mensen dus opgepakt en ze hebben dus ook Richard opgepakt. En toen bleek dat hij dat bedrijf had beschikbaar gesteld om die zogenaamde bom te maken. En dat gerucht was al een hele tijd al in Suriname en ook in Nederland was het toen ook zo. En toen ik in Suriname was, zat je ook erover te praten. En dan lachte ik die mannen uit, van, wat voor bom hebben jullie gemaakt? Dat ding heeft alleen maar wat rook. Nou, echt wel een soort sanifu, chirmaskita, upodjama. Niet weten dat je ermee betrokken zou worden. En omdat Richard is opgepakt, Arthur Blom is opgepakt, Polan is opgepakt, het werk kwam. We hadden veel werk van de bouwdepartement, zoals het toen heette, die ministerie. En alles werd stopgezet. En ik was thuis bij mijn ouders in de Helenastraat. En mijn vader, die zat bij het raam en keek. En toen zei hij tegen mij, Hugo, je woont 10 jaar in Nederland. Ik heb nooit gehoord dat je zonder werk bent. Ik heb nooit gehoord dat je met de politie in aanmaking bent. Je bent net hier en de politie die komt vragen als je naar het bureau. Hij zegt volgens mij, keek je me aan. Hij zegt, als het nog kan, kan je liever weer weggaan. Hij zegt, want anders krijg je de grootste moeilijkheden. Ik ben nog tot 9 maanden gebleven. En toen heb ik Joke geschreven, mijn werkgever dus weer geschreven. En die hebben toen gezegd, laat hij zo gauw mogelijk komen. In het geval hij dus de vliegticket of dit kan betalen, dan maken wij dat in orde. En dat dus is u ook kwam terug naar de scheepswerf de naar Suriname. Ja. Ja. Waren de verwachtingen toen u de tweede keer kwam, in 60 was dat, anders dan de eerste keer in 1940? Nee. Het was dus ook zo dat de oude smidsbaas, die stond op het punt om gepensioneerd te worden. Dus ik kwam dan terug. Ik bedoel en meer uw verwachtingen, hoor. Nee, mijn verwachtingen die waren dus eigenlijk niet anders. Mijn verwachtingen waren niet anders. En waarom niet anders? Omdat ik dus gewoon wist dat ik terug kon komen bij mijn werkgever. Mijn leefomstandigheden hier was dus niet zo dat ik overnight heb beslist van ik wil weggaan, ik heb het moeilijk. Dus in plaats, dat was niet het geval. Het was meer het geval van je bent zo lang buiten het land. Je hebt dus dat gedaan wat je wil doen. Je hebt nu de mogelijkheid om terug te gaan en kijken als het zou lukken. Weet je wel? En dat was dus niet iets aparts meer. Ik heb toen in een interview heb ik toen gezegd van, toen ook deze vraag gesteld werd, toen heb ik gezegd, ik wacht tot het iets beter wordt om terug te gaan. Dat heeft dus wel een reactie teweeg gebracht van, die meneer Kooks, die spreekt, die zegt een nationalist te zijn, maar hij gaat betere tijden afwachten om terug te gaan. Gelukkig, Rudy Kagi, die het boek geschreven heeft, de eerste neger, die heeft toen direct een reactie gegeven. En de persoon die
opmerking had gemaakt in zijn recensie over dat boek. Dat was Michiel van Kempen. En in die reactie schrijft Kahi, wat een recent is, kan overkomen, is het slecht lezen. Want Hugo Kooks is teruggegaan naar Suriname. Weet je wel? Dus mijn verwachting om terug te komen was dus niet dat ik, en dat ben ik nooit geweest ook, dat ik teleurgesteld was in Suriname. Niet? Ik ben dus toen teruggegaan, toen mijn vader dat zei. En ik was dus ook weer op al 30, 32 alweer. Niet? En toen dacht ik, nou, ik ga niet in twee, dat heb ik ook thuis al tegen mijn vader gezegd. Ik zeg, als ik deze keer wegga, dan weet ik niet wanneer ik terugkom. Want ik ga niet in twee werelden leven. U komt dan terug, heeft weer werk. Pakt u weer dezelfde activiteiten op, de band en het verenigingsleven? Ja, dat gaat dan heel gauw. Want de meeste van die jongens die waren hier. Mijn vriend, waarmee ik dus vanaf ook Suriname hebben we elkaar gekend. Maar toen waren we dus gewoon jongens. Maar vanaf de eerste week in 1950, dat we elkaar januari 50 weer hebben ontmoet. Die kwam ook. Dus dat hele stel die was er nog. Dus je, eigenlijk was je weer in je gewone doen. Het enige wat dus eigenlijk snel moest gebeuren, was dat je snel moest zorgen dat je een kamer had. En dat maar daarna was dus bent u ook getrouwd. Ja, en ik ben dus direct daarna, heb ik dus de beslissing genomen om te gaan trouwen. Ik ben dus in 1961 ben ik dus getrouwd. Hoe heeft u uw partner leren kennen? Oh, dat is ook een leuk verhaal om te vertellen. Trouwens, in dat boek van Van Galen komt het ook voor. Mijn vriend en ik, Jesse, meestal waren we dus samen. En als we dus naar huis toe gingen, dan liepen we nog een eindje, want hij woonde iets verder weg, Plantage Kerklaan en ik op het Frederiksplein. En daar liepen dus twee dames. En ja, zoals het altijd gaat, even proberen contact te maken. Nou ja, goed, het lukte enigszins, maar ook niet helemaal. Nou, en de dames hadden dus ook hun strategie. Dus op een gegeven moment, in die dagen, had je dus in de huizen in Amsterdam een loper. En die loper, die kon je dus in ieder beneden in huis en de trappen elkaar maken, het open en dan ging je boven. Nou, die dames hadden een strategie gemaakt. Nou, we gaan hier al jongens, dag, en maakten dat ding open en gingen naar binnen. Maar wij liepen een stuk verder en we stonden nog zo'n beetje aan het praten nog over. En toen kwamen ze weer eruit. En zo is het eerste contact. En we zijn dus ook met die twee vriendinnen getrouwd. En ze woonden dus samen, ze woonden in Oost, in dezelfde straat. Ali, dat is de vrouw van Herrenberg, Jesse Herrenberg, die woonde op nummer 27 en Joker die woonde op 32. En ze waren dus vriendinnen vanaf de kleuterschool, waren ze vrienden met elkaar. Vertel eens over uw trouwdag. Beschrijf die trouwdag, wie er waren, wat er gebeurde. Toen wij hebben dus een heel lange periode, verkeringsperiode gehad. Niet? En van de week hadden we dus nog over met een paar andere mensen. Dat als we al heel vroeg getrouwd waren, dat het zeker niet lang stand had gehouden. We hielden beide van uitgaan. We hielden zeker van aanschaf van mooie kleren. Dus dat had niet stand gehouden. We hebben dus daarom heel lang verkering gehad toen het zo heette het toen. Vandaag aan de dag gaan de mensen dus samenwonen. Wij hadden dus verkering. En we hebben elkaar dus heel goed leren kennen. En zeker met de vorm van wederzijds respect. Gezien ik dus betrokken ben geweest bij de vereniging Wie Egi Sani, culturele vereniging,
Daar was dus ook de nadruk werd gelegd om te zorgen dat je jezelf, je eigen achtergrond, heel goed kent. Daardoor heb je de gelegenheid of de mogelijkheid om een andere culturen te begrijpen, te respecteren. We hebben dus een gemengd huwelijk. Dat betekent dat je dus met twee culturen te maken hebt. Hoe ga je er dus mee om? En wat wij dus als man en vrouw hebben, is de vorm van elkaar respecteren. Zij reeds respecteert mij in wat je zou noemen mijn Surinamer zijn, wat het ook mag inhouden. En ik respecteer haar als een Amsterdamse of als een Nederlandse vrouw met wat er dus daarbij hoort. En dat maakt dat wij kunnen zeggen, dat ik kan zeggen, dat onze huwelijk vanaf de eerste dag dat we getrouwd zijn, dat het dus heel goed is gegaan. Hopen dat we het nog lang met elkaar dus op deze manier kunnen doen. We hebben dus een heel gezellige trouwdag gehad. Het was bij haar ouders thuis. We zijn dus in het stadhuis, het oude stadhuis, zijn we dus getrouwd. En toen naar haar ouderlijk huis toe gegaan. We hebben dus als Surinaams als eten, hebben we toen de heer Verrol, die had dus een restaurant en afhaalzaak, zoals het vandaag heet. En daar hebben we dus dat wordt nu segment van catering. En daar hebben we dus eten besteld en gezamenlijk Surinaams gegeten. Dus de sfeer van het Surinamer zijn, die is dus ook met het eten, hebben we dat ook ingevoerd natuurlijk. Was er familie van u op de trouwdag? Ja, er waren familie. Mijn broer was er, een neef die van mij, dus de familie Bien. Freddy Bien met zijn vrouw, een nicht van me, dus van mijn moeders zus, die waren aanwezig. Vrienden van het werk, collega's van het werk en overige vrienden en vriendinnen van Joke, mevrouw. U zei het al, u heeft een gemengd huwelijk. En heeft u wel eens vervelende dingen meegemaakt waarvan u denkt, nou, dat was niet zo geweest als ik een Surinaamse echtgenote had? Nee, ik kan wel de vervelende reacties geven van wanneer een Nederlands meisje met een Surinaamse jongen omgaat. Een van de dingen, dat is op de Frederiksplein, dat ik samen met toen mijn vriendin loop en dat de mensen omkeken en dan spugen. Dat soort vervelende reacties wel. Maar in onze trouwperiode en het huwelijksperiode en de reactie van haar ouders heb ik nooit problemen gehad. Maar ik heb het dus ook gezegd. Ik kom dus één keer boven bij je ouder. En zouden ze dus een vervelende, wat mij krenkend over zal komen, dan is het de eerste en de laatste keer dat ik boven kom. Niet? En ik heb dus echt geen problemen gehad met met haar ouder. En het was zelfs zo dat zij maar, we maakten afspraken. En dan kwam ik bij haar en dan was ze er niet. Dan was de moeder die me dus naar boven haalde en zegt, jongen, kom binnen zitten. Ze komt wel. Dus mag ik wel zeggen, dat dus geen ingrijpende zaken zijn. En ja, God, ik zou dus niet kunnen zeggen van, als ik met een Surinaamse vrouw getrouwd was, zou het anders zijn. Ik geloof dat mijn vertrekpunt van thuis, de manier hoe mijn vader dus met mijn tweede, mijn moesje omging, geloof ik niet dat ik dat anders zou doen. Ik denk niet dat ik het anders zou doen. Natuurlijk, en dat is ook weer zo,
als je met een Surinaamse vrouw getrouwd bent, dan heb je dat je zegt, ja, ik ben met een Surinaamse vrouw getrouwd. Maar je bent dus ook twee verschillende mensen met twee verschillende karakters. En dan is het, hoe ga je daarmee om? Ander punt wat je kan zeggen van met een Surinaamse vrouw en een Nederlandse vrouw is, dat verwacht van je dat je dus aan afspraken houdt. Als je dus de houding zou aannemen van ik ben de man en ik kom wanneer ik wil en dat soort eigenaardige gedachtes, dan heb je een probleem, maar je schept zelf een probleem. Maar ik neem aan dat als je een Surinaamse vrouw, die zal het misschien eerder accepteren, maar ik denk dat op een gegeven moment dat ze dus dat niet accepteert, misschien als je dan in Suriname zou wonen en het zou dan daar gebruikelijk zijn, misschien zou ze dat wel doen, maar ik geloof niet dat de vrouw van tegenwoordig in Suriname dat ook gaat accepteren. U noemde al een paar keer het verenigingsleven en dat lijkt van enig belang in uw leven. Wilt u daar iets meer over zeggen? Eerst over Wiegi Sani en daarna over de vereniging Ons Suriname. Ja, ik ben betrokken geweest en ik ben een hele periode. Dus, dat komt dus bij de Kerkstraat. Er waren dus een aantal jongens. En één kwam met het idee om te zeggen van er zijn een aantal studenten. En die zijn dus bezig met een culturele vereniging op te richten. Het was dus op vrijdagavond werd het altijd gehouden aan de Westeinde. In welk jaar zitten we nu? Dat is dus 51, is het 51, 52. En de jongens die zeiden van Hugo, Jere, Hugo, Jere, Sanemawani, dan toe Jere, dat zal ik ook weer doen. Dus ik ben er naartoe gegaan, ik heb het aangehoord en ben toen gekomen weer verslag gegeven. Maar ik ben er zelf niet meer naartoe gegaan. Ja. Met welk nieuws komt u terug? Ik kom met het nieuws omdat het gaat om de cultuur en het gaat om bewustwording. Het gaat om de Surinaamse taal, de Sanantongo. Dus ik kwam en ik zeg, nou, het lijkt me wel goed. Want dat en dat willen de jongens hebben. En dan komen de namen naar voren van Bruma, Eddy Bruma. Eugène Gessel, E. Waaldijk, broer van Bruma, dat is, wij noemden hem Diepo Bruma. Die waren dus de mannen die in eerste instantie daarmee, Hein Eersel, die mee eigenlijk aan de gang zouden gaan. Ik ben dus niet direct die vrijdagavond daarop gegaan. Want dat was wel leuk, maar ik had andere dingen. Dus, maar op een gegeven moment toen heeft Bruma het toneelstuk van Boni geschreven. En toen werd ik dus gevraagd, omdat we in de muziek waren, als ik dus die Apinti drong wilde spelen, daar heeft dus meegedaan Hugo Overman, die deed de zang. En ik deed de drums en nog een andere man, de Kram heette die man, die deed ook aan de drums. Dus, en toen werd ik er eigenlijk meer bij betrokken. Ik heb dus ook gezegd dat wanneer je dus dat stuk van Bruma ziet, van de geboorte van Boni, wat er de dialogen die gebruikt worden, de teksten, de manier hoe het gebracht wordt, dan beleef je een stuk geschiedenis waar je dus wel gelezen hebt van de weggelopen slaven en nog meer, dat het plunderaars waren. En dat het, maar dan zie je dus een heel ander beeld van je eigen geschiedenis, van waar je eigenlijk bij hoort. En dat heeft dus ook bewogen om dan frequenten met Wiegi Sani en met de mensen van Wiegi Sani dus bezig te zijn.
Dat is dus van, ook van heel groot belang voor mij functioneren en me aan het haven in Nederland. Ik had het dus al van huis uit, maar het gaf me dus iets extra. Neem alleen maar van het gebruik van de Sernantongen. We werden dus echt geleerd om je niet te schamen, om te uit te drukken in je Sernantongen. Alleen moet je het dus op een manier doen die ook geaccepteerd wordt en gerespecteerd kan worden. Niet? Maar dan moet je dus ook leren hoe je dat moest doen. Wat deed de leerman? Die gaven je dus een opdracht van lees een artikel in de krant. En vrijdag, als je komt, probeer dat dan in Sernantongen om dat dus te verklaren of aan te geven of samen te vatten. Nou, dat was dus heel iets. Het toestand. Want dan had je 2, 3 woorden gezegd en dan begon je weer in Nederlands. En dan zeiden ze, nee, want dat begrijpen we op dit moment niet. Je moet het dus op die manier proberen te verklaren. Ook de geschiedenis. Niet van de Surinaamse mens. De mensen die dus vanuit Afrika daar naartoe gegaan zijn. Ook de bijdrage die mensen vanuit Suriname in Nederland, hun bijdrage die ze geleverd hebben. En in Suriname proberen aan te geven van hoe kan je bepaalde dingen dus op een andere manier zien en ook respecteren. En dat was dus die mij dus bijzonder heeft geïnteresseerd en ook eigenlijk heb ik me daar ook aan verbonden om te zeggen van waar ik een bijdrage kan leveren die te maken heeft met Suriname, zal ik het dus altijd blijven doen. Pardon, we hebben het ook gehad en we springen dus van de ene moment naar de andere. Daardoor, toen ik in Suriname was, kon ik dus naar Curaçao toe gaan voor het congres van Wiegesani. En dat Wiegesani als culturele vereniging, als bewustwordings- en aanwakkende idee, heeft dus van groot belang geweest. En ik geloof dus ook voor veel Surinamers. Maar het taalaspect, als ik het goed begrijp, ja, belangrijk was. En eigenlijk zo van, in Suriname word je in het Nederlands geschoold en het Sernantongen is erbij. Ja. Ja. Eerder zei u het Nederlands, toen u pas in Nederland kwam, dat verstond u zo moeilijk. Terwijl u toch geschoold was in het Nederlands. Ja. Hoe komt dat? Nou, je hebt dus 2 dingen. Dat in Suriname leer je dus echt het Nederlands vanuit de schoolboeken. Niet? Behalve dat je dus met een bepaald accent spreekt. Maar in Nederland, en vooral als je dus bijvoorbeeld in een stad bent als Amsterdam, waar de Amsterdammer op een heel andere manier bepaalde woorden uitspreekt. Niet? Dus de begrippen die je dus wel weet, maar je vindt het dus niet direct in het alledaagse communicatie met de mensen. Niet? Dus grammaticaal, als je dus het schrijven, dat zal dus geen probleem, maar als je dus met de mensen dus praat, dan is het dus een heel andere manier van met elkaar communiceren. En dat was dus dan in het begin je hoorde het wel en je kon het wel plaatsen, maar je kon het dan niet direct als dat begrijpen. Wiegesani, de ene vereniging, de andere vereniging, ons Suriname. Wat was uw bijdrage in deze vereniging? Na de periode van Wiegesani en na dus ook de bewustwording dat je dus ook gaat praten over een nationalistische visie. nationalistische visie. De vereniging Ons Suriname is dus een vereniging die in 1919 is opgericht.
En het waren dus mensen uit het gebied Suriname die naar Nederland toe kwamen. In Suriname hadden ze dus dan al een opleiding gevolgd. Die kwamen naar Nederland toe om de opleiding te voltooien of om te werken. Mensen die dus in het ambtenarenapparaat in Suriname hadden gewerkt. En die hebben toen in 1919 die culturele vereniging, een sociaal-culturele vereniging opgericht. Ook was de vereniging in die twintig en dertiger jaren, waaronder de Surinamers die toen hier waren, ook problemen waren, ook werkeloosheid en dat soort dingen. Dus die mensen hadden al een vorm gevonden om de belangen en eventueel ondersteuning te geven naar de mensen toe. Die vereniging is dus doorgegroeid, is door blijven gaan, had naar Suriname toe ook een functie, want de mensen die behoorden tot het bestuur en zo, die waren dus wel mensen die op een hoog intellectueel niveau geschoold waren. Dus die konden aan de koloniale regering, of geen regering, de gouvernementsregering, konden ze daar bepaalde informaties geven. Ook in Nederland werd er dus op bepaalde momenten, werd er dus lezing gehouden over het land Suriname en de problemen die het land dus in die koloniale periode doormaakte. Dus die vereniging die heeft dus in de loop van de hele lange geschiedenis heeft dus een bepaalde functie gehad. Maar in de 50er jaren, wanneer dus mensen je zou kunnen zeggen zeker van de Creoolse groepering naar Nederland toe komen en die in Suriname ook al bepaalde politieke momenten hebben gekend van het agiteren tegen het koloniaal bewind, die hebben zich dus in de vereniging On Suriname hebben zich dus gevonden, gegroepeerd. En die zijn dus begonnen met het nationalistische idee vanuit de vereniging On Suriname, is daar naartoe getransporteerd, binnen de vereniging getransporteerd, en daar een bepaalde leven is gaan leiden. Hun eerste actie is geweest nadat de koningin Wilhelmina had gesproken in een redevoering, had gezegd dat de kolonies die nu zo grote steun hebben geleverd na de bevrijding een bepaalde vorm van autonomie zouden krijgen, is dus in Nederland ook acties gevoerd. En mensen die daarmee heel hard bezig zijn geweest, is bijvoorbeeld Eugène Gessel, historicus, Bruma, Eersel, Baaldijk. Dat zijn dus de mannen, en niet te vergeten een jonge man toen, die was dus een echte man die goed kon agiteren, dat was Frits Mol. En die hebben dus, zeker wanneer het gaat om de ronde tafelconferentie, die dus in Nederland werd gehouden, waarbij de Surinaamse delegatie naar Nederland toe kwamen, hebben ze dus geprobeerd duidelijk te maken aan die delegatie die gevoerd door Pengel, om duidelijk te maken dat het niet moet zijn een wat men dus voorstelt, maar het minste waar men mee naar huis zou moeten gaan, zou een dominion status moeten zijn, een status zo dat Engeland dus heeft met een bepaalde kolonies. Nou, dat is niet doorgegaan en men is toen gaan afstevenen naar de onafhankelijkheid. Dus de Beëgesani is dus eigenlijk de aanzwengeling van het nationalisme die dus heerste binnen de Surinaamse groepering, de jongere mensen, de jongere intellectuelen, aangevuld met arbeiders die zeker in Nederland bewust waren van hun plaats binnen de maatschappij, heeft het dus ook in Suriname, heeft men dus ook de lijn voorgezet. In Suriname is men begonnen met, ook met Beëgesani. Later heb je een studentenbeweging gehad, de KRA. En in 1960, denk ik, of iets later, is dus de Partij Nationalistische Republiek opgericht onder de leiding van Eddy Bruma.
Dus de vereniging On Suriname, waar ik dus nu al heel lang bij betrokken is, is dus ook weer vanuit de gedachtegang van ik woon niet in twee werelden. Mijn achtergrond is een Surinaamse achtergrond, een Nederlander met een Surinaamse achtergrond. Probeer ik die bijdrage te leveren aan iets wat dus van Suriname van betekenis kan zijn. Maar ook niet alleen van wat het voor de Surinamers kan zijn, maar van de Surinamers die in Nederland. In een bepaalde periode hebben we de gedachte gehad van we zullen dus op een gegeven moment met z'n allen weer vertrekken, we gaan naar Suriname. Dan komt de boten en we gaan allemaal in Suriname. Gaandeweg de ontwikkeling, zowel in Suriname als in Nederland, hebben we gezien dat die gedachte achterhaald is. We zijn dus al 3 generaties, en als het misschien 4 generaties van mensen uit het gebied Suriname die hier wonen en werken en de kinderen en kleinkinderen al hier opgroeien. Er is heel veel over Suriname geschreven, maar het is dus eigenlijk alleen maar op de universiteiten, Tropeninstituut en ja, bij de mensen thuis op hun boekenplank is er veel. Het is niet toegankelijk voor en laagdrempelig. De Sociaal Instituut, dit materiaal gaat ook daar, die wordt ook daar afgeslagen. Studenten die kunnen daar toegang krijgen. En wij zeggen van voor de lange periode dat mensen uit het gebied Suriname in dit land wonen en werken en een bijdrage op elk niveau hebben gegeven. Het is nergens manifest terug te vinden. Ik weet het toevallig omdat ik de gelegenheid heb om met jonge mensen te praten. Studenten die zeggen, ja Hugo, je kan dat lezen. Je kan dat even proberen na te slaan. Maar hoeveel van de mensen weten het niet? En is dat dus duidelijk dat mensen uit het gebied Suriname heel veel belangrijke dingen in dit land ook hebben gedaan. Als je dus ziet van de manier hoe men is omgegaan met de mensen die in 40, 45 in Nederland waren. En die dus op hun manier ook een bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Nederland. Het wordt dus heel weinig wat er daar iets groots van gezegd. Zodat ik die hier woon en werk en mijn kinderen en mijn kleinkinderen, die dus ook trots kunnen zijn om te zeggen, ja maar, die opa of die meneer, die heeft toen ook geholpen. Hij is geen held, maar hij heeft wel Joden en mensen in huis gehad. Dat was ook een risico nemen. Niet? En dat zei ik van kijk, als we erin kunnen slagen, na zoveel jaren van mensen die hier wonen en werken, als we dan zelf zo'n instituut kunnen hebben, en dat kunnen we realiseren in het gebouw wat we daar hebben, en met de kennis van al de mensen die met een Surinaamse achtergrond, maar ook de Nederlanders die Suriname en de Surinamers een goed hart toedragen, dan kunnen we daar ook weer voor de lange periode, dat we dus daar iets van kunnen maken. Wat was uw rol in Wiegisani? De rol van mij in Wiegisani is de rol van een edemange voorzitter. En omdat ik dus de mogelijkheid in me heb om mensen bij elkaar te brengen en mensen dus met elkaar te kunnen doen samenwerken, proberen dus altijd bemiddelen in samenwerken met mensen. En ik geloof dat daardoor ook mij dan gevraagd wordt om wil jij voorzitter zijn? Ik zeg altijd, ik ben niet de knapste van de klas, maar ik weet dus wel om te proberen mensen te overtuigen van dat kan en dat kan gebeuren. Dus dat is eigenlijk mijn rol. En wat dus belangrijk is in de rol die ik dus probeer, is om mensen ervan proberen overtuigen dat wij als mensen uit het gebied Suriname toch heel veel in dit land hebben gepresteerd. En ook om te proberen te achterhalen wat hebben de mensen dus gepresteerd, weet je wel. En dan is het dus nu de kans om die mensen die dus de
deskundigheid hebben om die van te overtuigen om dat te doen. Niet als we dus bijvoorbeeld één voorbeeld te geven. Als we dus weten van een professor Flu van de Leidse Universiteit, die zich verzet heeft tegen de overname van de universiteit door de nazi, de Duitsers, die toen terreur voerden in Nederland. En dat de man dus ook als zodanig is opgepakt en later door de ellende is overleden. En zijn zoon die ook gefusilleerd is, dan is het wel misschien in de Universiteit van Leiden is het misschien bekend en er zal misschien een plakkaat daarvan zijn. Maar hier heb je te maken met iemand die van Surinaamse afkomst is. En zo zullen er dus wel meer dingen zijn die door de mensen zijn hebben ontwikkeld. En ik denk van voor vooral omdat we nu praten over een multicultureel samenleving of etnisch multicultureel samenleving, dan is het ook prettig om te weten, wat is dan mijn bijdrage in het geheel? Dat is dus een van de overwegingen. Wie Egi Sani was uw voorzitter en u vertelde reeds eerder dat u ook toneel speelde, dus ook deelnam aan culturele activiteiten. En in de vereniging Ons Suriname, welke functie bekleedt u daar? Dat is ook de functie van voorzitter. Ik ben toen een tijd, omdat we dus andere organisaties dus ondersteunden, en het was dus een politieke partij, de Volkspartij, toen ben ik een tijd niet voorzitter geweest. En toen dat dus weer afgelopen was, toen is me weer gevraagd om, en dat is dus weer vanaf 1992, om dus voorzitter te zijn. Waarom was u in een periode geen voorzitter? Omdat je dus de twee dingen niet met elkaar kon verenigen. Het was dus een politieke beweging, de Nationale Jongerenbeweging, de Volkspartij. En dan moet je dus, en de vereniging Ons Suriname, die gaf dus de mogelijkheid om die activiteiten te organiseren, te propageren. Mensen te faciliteren dat in het gebouw verschillende dingen, activiteiten gedaan kon worden. Maar het was dus de belangen die zouden dus te verstrengeld aan elkaar zitten. Toen is dus dat de beslissing genomen. Hoe belangrijk is nou zo'n vereniging, Ons Suriname, voor uw kinderen, uw kleinkinderen, de generaties na u? Het is van zeker van wezenlijk belang. En dat wat ik zojuist heb gezegd, als dus gepraat wordt van integratie, praten over een multiculturele samenleving, dan is het dus prettig om te weten dat in die segmenten die daar het geheel dus voor vormen, dat je ook dat stukje inziet van de bijdrage van die mensen uit die andere culturen. Dat geeft dus de mensen het gevoel van erbij horen. Dus niet het idee van. En aan welke activiteiten moeten we nu denken? Nou, activiteiten die we moeten denken is dat je zegt van kijk, luister, en dat gaat dus nu, zit de vereniging dus mee hard aan de gang, behalve dat je de boekpresentaties hebt, behalve dat je dus de politieke partijen faciliteert en behalve dat je dus doorverwijst naar als mensen dus in problemen zijn, belangenbehartiging. Moet je dus nu op een andere niveau gaan. Want wanneer er dus nu naschoolse opvang wordt gegeven, wanneer er bijlessen wordt gegeven, dat is allemaal al door de vereniging Ons Suriname op een bepaald moment gedaan. En wij hebben dus nu gezegd van kijk, we moeten dus nu op een andere niveau proberen iets neer te zetten. En dat is dus juist het belang van de periode die voor ons ligt. Om dat vast te leggen,
Zodat de mensen die dus hier zullen die hier opgroeien en blijven wonen, en hoe lang dan ook, weten dat er een plek is als ze iets willen achterhalen, dat het makkelijk toegankelijk is. Een documentatiecentrum bedoelt u? Een documentatiecentrum, niet een documentatiecentrum. Natuurlijk zijn er dus verschillende. Maar als je dus doet vanuit de hoek van zo'n oude vereniging, dan denk ik dat je dus een andere beeld ziet, krijgt, dan wanneer het dus weer in een andere setting gebeurt. Met het verenigingsleven heeft u, gaf u al eerder aan, Suriname hier gehaald, een stukje Suriname hier gehaald. Maar toch, wat mist u nog steeds uit Suriname? Wat ik? Het nog steeds mis uit Suriname. Ik denk niet dat er veel dingen zijn die ik zou zeggen dat ik mis. Natuurlijk zou je zeggen het klimaat niet. En je zou zeggen ja, de vrijheid die er zijn. Je zou kunnen zeggen van het binnenland zou ik kunnen zeggen. De laatste keer dat ik dus in Suriname was samen met mijn vrouw, toen zijn we dus naar Paliomé, het binnenland toegegaan. Dat zijn dus, wanneer je zou zeggen, ja, wat zijn de dingen die je mist? Dan zou ik zeggen van, dat zijn dus iets wat, als ik dus in Suriname zou wonen, zou ik daar extra van genieten. Maar net wat ik gezegd heb, als ik zou blijven dromen van, dat zijn de dingen die ik dus mis, dan zou ik heel erg ongelukkig zijn. En ik heb het altijd gezegd, wanneer er zo gepraat wordt van heimwee. Ik heb nooit heimwee gehad naar Suriname. Misschien is het ook zo omdat als ik dus het in mijn hoofd zou krijgen van ik wil naar Suriname toe gaan, want ik wil met vakantie naar naartoe gaan of zo, dat het mogelijk is. Misschien als dat niet mogelijk zou zijn, dat het dan extra belastend zou zijn. Dat je zegt, ja, dan weet ik, dan kan ik dat niet doen. Niet, maar dat is het niet. Het gaat er dus om dat ik op een bepaald moment een beslissing heb genomen. En de beslissing die heeft dus bepaalde consequenties. Niet? En wanneer je dat duidelijk weet, dan weet je van je kan niet dan zeggen van ik mis dat. En gelukkig, de omstandigheden zijn er zo dat wanneer je zou zeggen van alle etenstoestanden kun je nu op het ogenblik in het land krijgen. Niet van sopropot tot weet ik allemaal veel. Niet? Dus de muziek. Niet? We zijn bevoorrecht dat 3 radiostations hebben. Je krijgt het nieuws direct vanuit Suriname. Niet? Dus ik. En het is niet dat ik dus het land Suriname en de mensen niet een warm hart toedraag, integendeel, maar mijn uitgangspunt is, wil ik, en ook voor mezelf en voor mijn gezin, mijn kinderen, mijn kleinkinderen die hier opgroeien, mijn broer, niet, wil ik dus nog een stuk gezelligheid met ze hebben, dan moet je niet in 2 werelden leven. Het lijkt me een mooi slot, maar misschien wil u toch nog iets toevoegen aan het geheel. Ik laat het woord aan u over. Ik ben dus in elk geval blij dat dit weer een mogelijkheid is om een deel van een levensverhaal te vertellen. En wanneer je dat doet en voordat je eraan begint, dan denk je van wat is het bijzonder dus hieraan? Wat voor functie zal het hebben. Ik hoop dus gewoon dat datgene wat ik verteld heb, dat het goed over is gekomen. En dat er bepaalde elementen in zijn die mensen die dus met bepaalde dilemma's zitten van hun verblijf in dit land, dat ze daar iets van kunnen opsteken. Dank u wel. Oké.